Karel, dankjewel voor het benadrukken van de alweer 4 jaar durende machtsgreep. Ja, ik was er zelf ook inderdaad, hè, door de waan van de dag besef je het al niet. Maar het is inderdaad 11 maart 2020 geweest en we zitten in 2024. Heel mooi hoe je dat hebt samengevat. En ik wil even ingaan op een aantal artikelen die je benoemde toen je zei dat we het over Nederland gingen hebben, het Nederlandse verval. Maar ik denk dat het wel heel goed is om de actualiteit te zien van de kabinetsformatie. Want daar is de afgelopen dagen wel het een en ander op de mainstream media gekomen. Wat is er aan de hand? Ja, daarover heeft... In Putters... Ja. Ja, daarover heeft Ralf Dekker een zeer instructief artikel geschreven, waar heel veel in staat. Dus het moet u echt lezen. Dan moet u dan ook een abonnement op Verschonst Stand nemen. Dat moet ik er steeds bij zeggen natuurlijk, want dan hoef ik dat niet. Dan hoef ik niet in de rij te staan bij winkels of als ze dat nog hebben, om het daar te kopen. Ralf Dekker die heeft een mooi stuk daarover geschreven. Het bijzondere is natuurlijk dat het voorstel om een buitenparlementair regering te gaan vormen, dat heeft de gevestigde partijen als een wesp gestoken. Waarom? Omdat meestal is het zo dat bij kabinetsformaties worden de baantjes verdeeld onder mensen die van gevestigde partijen die al een poos ervaring hebben, ook een poos ervaring hebben in administratief werk enzovoort. En die geïnteresseerd zijn in een ministerpost of een staatssecretarispost enzovoort. Maar met een buitenparlementair kabinet worden zulke altijd nodige compromissen die dan gesloten moeten worden, die komen niet ter sprake. Daar blijft dus alles wat er gebeurt, blijft... Of alles waarover beslist moet worden, blijft een zaak van steeds opnieuw weer een voldoende aantal medestemmers te krijgen. Dat is dus heel iets anders. En dan gaan de belangen van de lieden in de grotere, al lang bestaande partijen gaan de mist in. Is dat vaker gebeurd, dat er wordt gesproken over een buitenparlementair kabinet? Nee, maar wat wel is gebeurd, is dat een leider van een politieke partij, zoals in de tijd van Bolkestein, die blijft dan in de Kamer. Die gaat niet in een, die wordt geen premier, die gaat niet in het kabinet zitten. Dat is natuurlijk wel gebeurd. Maar er is ook veel anders wat er gezegd wordt in dat stuk, wat een halve president heeft, of wat nooit eerder is gebeurd. Het is natuurlijk ook heel interessant om te zien hoe zo'n... En er wordt heel veel gezegd over Omtzigt. Over hoe zo'n partij van Omtzigt... Ja, dat is eigenlijk een voorbeeld van wat er gebeurt met een... de partij van Omtzigt bestaat niet uit leden die al heel lang meedraaien. Dat zijn allemaal mensen die zijn handpicked door Omtzigt. Omdat hij dacht, dat zijn mensen die hebben op dit gebied of op dat gebied iets interessants gedaan of gezegd enzovoort. En die wil ik wel mee hebben. Maar het is een los vaststelletje. Het is niet één partij. En het kan zo uit elkaar vallen natuurlijk. Eigenlijk, ja, je kan hetzelfde eigenlijk zeggen over de PVV. Want dat is een eenmanspartij. En die mensen die op die zetels zijn gaan zitten, die zien elkaar voor het eerst. Of we hebben een heleboel ervan, zien elkaar waarschijnlijk voor het eerst. Het is om de toekomst te gaan voorspellen hiervan is moeilijk, maar het zou best kunnen zijn dat het toch nog uitdraait op nieuwe verkiezingen. Ja, en een van de resultaten die kunnen komen door zo'n buitenparlementair kabinet is dus wat je nu veel hoort, is dat Wilders sowieso geen premier wordt. Ja, dat is right. Ja, hoe komt dat bij mensen maar, binnen? Nou ja, dat weet ik niet. Ik sta niet aan de kant van de mensen. Het is iets waar ik ook met zekere mate van, van amusement naar kijk. En ik vind het wel natuurlijk heel verschrikkelijk. Want het betekent dat de Nederlandse staat niet langer geregeerd wordt door werkelijke volksvertegenwoordigers die ook echt kunnen bedisselen wat er gaat gebeuren. Want we weten dat ze opdrachten uitvoeren die van buiten komen. Die van
die van supranationale entiteiten komen, zoals de WHO, zoals de VN, verschillende VN-organisaties. En ga zo maar door. Ja. Dat weten we. Ik wil even een andere organisatie aanhalen. Je zei het heel kort in je voordracht, Wakker Dier. Je hoort het vaak, maar men beseft misschien niet wat de invloed is van zo'n partij. Ja, het is ongelooflijk. Het is niet een partij, het is een NGO. Het is dus helemaal geen partij. Het is een groep. Het is een groep activisten en die zijn geadopteerd. Ze zijn gesticht door een meta-miljardair. Want er is geld voor nodig om die mensen te laten, allerlei dingen te laten doen. Die onderhouden een cult. Daar komt het op neer, een cultus. En deze cultus is dat vlees eten is slecht. Het is slecht vanwege, ja, je moet dieren doodmaken. Nou ja, daar zijn wel mensen voor te porren. Van ja, dat is heel vervelend dat dat gebeurt. Ook al worden die dieren gekweekt om juist dat gegeten te worden. Dat is het hele idee van boerenbedrijf. Maar deze mensen die hebben dit verbonden met klimaat. Met de verandering van klimaat. Hoe ze dat precies, er zijn verschillende manieren om dat verband te leggen en dat doen ze ook. Maar koeien in de wei, die laten scheten en dat is van op. Het is allemaal te gek om allemaal na te. Het is krankzinnig. Maar het is een soort van opgedrongen krankzinnigheid, zoals ik eerder zei. En hier heb je een voorbeeld. Nou, dan is er zo'n supermarktketen, zoals Albert Heijn. En die is behoorlijk gecoïneerd door Wakker Dier. Maar net voordat ze begonnen dit op te nemen, kreeg ik een mailtje van iemand. En die zei, hey, het Parool heeft net laten weten dat Jumbo nu een stapje voor is. En gaat helemaal geen vlees meer verkopen. Geen echt vlees. Ik weet niet of dat waar is. Ik koop vaak bij de Jumbo, want het is het dichtstbijzijnde supermarkt voor mij. Koop ik heel wat vlees, dus ik zal dat gauw gaan werken. Of dat kan of niet, weet ik niet. Maar je ziet hier ja, toch de krankzinnige invloed van zo'n NGO, die een cult handhaaft. En zo zijn er vele NGO's. Heel erg veel van die duurzame doelstellingen, die we steeds noemen in verband met Agenda 2030. Ja, die zijn om te beginnen door NGO's geïntroduceerd. Zonder NGO's zouden die niet hebben bestaan, die duurzame doelstellingen, zogenaamde duurzame doelstellingen. En het zijn allemaal onderdelen van, ja, het zijn verschillende cults. Ja, ja, en je benadrukt nu natuurlijk één NGO die zijn invloed, enorme invloed heeft op bijvoorbeeld supermarkten. Maar een aantal NGO's, wat in deze editie 85 ook naar voren komt, zijn die NGO's die bij de wetenschap en bij onderwijs hun greep hebben. Ja, nou, heel veel. Er zijn natuurlijk, je zou kunnen zeggen dat de nu vierjarige machtsgreep niet zou zijn begonnen, dat had nooit een begin kunnen hebben zonder NGO's. En alles wat ermee te maken had, de hele woke gebeuren bijvoorbeeld, ook het transgender gebeuren is gebaseerd op NGO-flauwekul. En het is kolossaal bedrog. Dat is iets wat onvoldoende, ook met die wetkriebels, onvoldoende naar buiten is gekomen, denk ik. Dat afgezien van al het andere gekte, afgezien van alles wat ermee te maken heeft, is het vooral bedrog. Kinderen worden wijsgemaakt, schoolgaande kinderen worden wijsgemaakt, dat het mogelijk is, als je een meisje bent, om in een jongen te veranderen. Dat het mogelijk is, als je een jongen bent, om in een meisje te veranderen. Het is puur bedrog. Er is iets wat hermafroditisme wordt genoemd, of ook wel intersex wordt genoemd. En dat is het fenomeen dat sommige kinderen geboren worden met beide geslachtsdelen. Want die zijn natuurlijk ook verwant aan elkaar, die geslachtsdelen. En ik heb dit voor het eerst gezien toen ik 19 was, 20. 9, of ik weet niet meer of ik toen al 20 was of niet. En toen
Was ik in Bombay. Ik was uit Nederland vertrokken op mijn 19e om de wereld te zien. En ik was inmiddels in Bombay aangeland. En daar logeerde ik in een studentenhostel, heel goedkoop. Waar ook artsen van een nabijgelegen ziekenhuis in logeerden. En dat waren specialisten op dit gebied. Want vooral in India komt dit meer voor dan elders. Misschien is, verder weet ik ook niet hoor, hoe verspreid het is. En die lieten mij foto's zien van hoe zij een beslissing moesten nemen met die pasgeboren kinderen. Om welk, zeg maar, of het een jongen of een meisje te laten zijn. Dat heet ook intersex. En het is dus een bekend verschijnsel. Een biologisch verschijnsel. Een biologisch verschijnsel. Maar dat is dus iets heel anders dan waar kinderen die die volkomen met normale lichamen zijn geboren, dat zij dat kunnen veranderen. Dat kan helemaal niet, dat is bedrog. En er zit natuurlijk wel, en hier komen de medische NGO's te pas, want het is een verdienmodel zo kolossaal, want die arme kinderen die zitten voor hun leven vast aan farmaceutische en andere medische hulp. Dat kost hen kapitaal de rest van hun leven. Zo ongeveer, als ze dus zeg maar midden 20 zijn, beseffen ze dat het helemaal niet lukt. Dat het helemaal flauwekul is. Dat ze niet echt een jongen zijn geworden of een meisje. Als ze dan zover zijn gegaan dat ze al mutilaties hebben ondergaan of heel erg dramatische hormonenbehandelingen, dan tegen een heleboel ervan zelfmoord. Het zelfmoordaantal onder deze mensen is kolossaal. En dat wordt helemaal niet gezegd door die lintkriebellieden die daar op al die basisscholen en ook op middelbare scholen te werk gaan. Het is misdadig. Nogmaals, heel erg misdadig. Ja. Ik wil nog één onderbelicht onderwerp bespreken. En het is misschien apart dat wanneer we spreken over over de EU en het Europees Parlement, dat dit valt onder het kopje de onderbelichte wereld in deze editie. Maar het zal veel mensen, ja, die zullen dit niet meekrijgen wat er dus gaande is met Emmanuel Macron, wat je kort aanhaalde, ja. De campagne van Ursula von der Leyen. Jij noemt het in die titel, of de schrijvers noemen het in de titel, wanhoopskreten. Ja. Kan je dat? Ja, het zijn wanhoopskreten, omdat op nu is er plotseling is Europa als een soort loskomen te bengelen. De VS wil ophouden met Oekraïne. Dat is duidelijk. En het is vooral het vertrek van Victoria Nuland geweest. Ja, ze is of is ze eruit gesprongen zelf, omdat ze zag van dit gaat op niets uitlopen en ik zit er helemaal verkeerd in. Of ze is geduwd, dat weten we niet. Daar is dus heel wat speculeren over. Maar Victoria Nuland was de spits van de neoconservatieven in het State Department en het Witte Huis. Wat aanstuurde op oorlog met die hele proxyoorlog in Oekraïne met Rusland is vanwege haar toedoen. Zij heeft dat gemaakt. Zij heeft die Maidan in 2014, die Maidan-revolutie georchestreerd. En daarna ook heel erg veel georchestreerd van wat er in Oekraïne gebeurde allemaal. Zij had heel erg veel zeggenschap over hoe het moest gebeuren. Over Zelensky en over al die dingen. En nou plotseling is ze weg. Nou heeft Europa, de EU, en dat zie je dan ook met Macron, die heeft gezegd, ja, we moeten daar echt nu echt op de grond iets aan doen. Want het kan niet zo zijn dat Rusland wint. Dat is catastrofaal voor Europa, zegt hij. Waarom? Omdat Rusland is, ja, de bron van, het is een zwarte macht. Het is de bron van alle kwaad, van alle politieke kwaad. Nou heeft de EU zich de laatste tijd een soort van positie ingenomen dat alleen maar de strijd tegen Rusland het een, zeg maar, een samenvoegend geheel maakt. Want heel Europa zou daar achter staan of achter moeten staan. En het is vooral ook het plan van Ursula von der Leyen. Het is natuurlijk een ongelooflijk
figuur, een ongelooflijk schepsel is dat. We hebben dat al vaker de revue laten passeren in Gezondsverstand. Maar dat om de EU meer op een staat te laten lijken, want het is helemaal geen staat, zou het bijvoorbeeld warbonds, oorlogsbonden, kunnen uitgeven. En dat betekent belasting heffen. Nou ja, als je belasting gaat heffen, directe belasting gaat heffen, van de, zeg maar, burgerbevolking in de lidstaten, nou ja, dan ben je bezig om een soort van staatallure te krijgen. En dat wil zij graag, want dan wordt Europa pas iets wat echt gaat lijken op een staat waar zij dan de baas van mag spelen. Okay? En dat speelt op dit moment. En er zijn heel erg veel tegenstrijdige berichten over. En het is de moeite waard om dit artikel te lezen. Omdat dat gaat natuurlijk in hele hoge mate over, ja, over de situatie waar ook Nederland in is terechtgekomen. Nederland speelt een soort van voortrekkersrol bij al die dingen. En in dit geval ook. Het zeer de moeite waard om het te lezen. En dat, nou ja, ik vraag u altijd opnieuw weer. Als het eventjes kan, neem een abonnement. Want dan heeft u het altijd met één op de mat. Dan kan je alle lezen. Er staat heel erg veel meer in. Het wordt ook verlucht met fantastische goede cartoons. Dit keer opnieuw weer vind ik ze geweldig. En die cartoons, die geven vaak in een paar pennenstreken weer waar het om gaat. De essentie van het geheel. Het is, sommige mensen vinden Gezond Verstand moeilijk. Ik kan dat wel begrijpen, want ja, we doen verslaggeving waarmee de meeste mensen niet zo vertrouwd zijn. We proberen het natuurlijk wel in een verhalende manier te doen, zodat het blijft aangenaam leesbaar. Natuurlijk proberen we heel erg hard te doen. Maar sommige mensen vinden dat, omdat men er niet aan gewend is, moeilijk. Maar het is zeker niet moeilijk. We gaan zeker geen echt moeilijk te bevatten. Ja, alles is moeilijk te bevatten. De hele machtsgreep is moeilijk te bevatten enzovoort. Maar ik heb het nu over technische dingen. We gebruiken geen jargon, of als dat nodig is, dan beschrijven we waar we het over hebben en ga zo maar door. Ik heb zelf ontdekt dat onder lezers die ik dus persoonlijk ken, in mijn eigen omgeving enzovoort, het zijn mensen met niet zo, dus niet met een hoge opleiding. Mensen die van het gymnasium komen en daarna op universiteit hebben gezeten, dat noemen we mensen met een hogere opleiding. En het zijn juist die hoger opgeleiden die moeite blijken te hebben met wat ze schrijven. Waarom? Omdat ze heel erg vaste ideeën hebben. Zij weten het allemaal, zoals ik beschreven heb. Dat gaat niet alleen over de oerknal en over de evolutietheorie. Het gaat over heel veel dingen. Ze weten het al. En wij zeggen, we weten het niet. Maar we moeten het te weten komen. Ook voor de toekomst van ons allemaal en onze kinderen moeten we zoveel mogelijk te weten komen. Want dan weten we ook hoe we ons kunnen opstellen om, ja, erger nog te voorkomen. Ik dank u voor uw aandacht. Karel, mag ik hier nog één iets aan toevoegen? Want ik wil natuurlijk ook herhalen dat we er alles aan doen om, wanneer je een abonnement neemt, dat we het op zoveel mogelijk begrijpbare manieren tot de abonnees willen krijgen. En dat doen we door deze video's op te nemen. En als er ook genoeg abonnees zijn, gaan we met heel veel plezier vaker video's opnemen. En dat gaan we waarschijnlijk de volgende keer dat ik jou zie ook weer doen, want dan zullen we hier niet met z'n tweeën zitten. Kan je wat meer vertellen over wat wij de aankomende video waarschijnlijk te wachten staan? Want dan zit jij hier niet alleen. Nee, ja, dat is nog niet allemaal helemaal zeker. Maar Naomi Wolf, u misschien bekend, want we hebben haar ook diverse malen genoemd in Gezond Verstand. Het is een zeer pientere, heel in de VS zeer bekende feministe. Een feministe met die niet haar verstand heeft verloren. En die heeft zijn, recentelijk is ze vooral bekend geworden door wat ze in publiek in de VS allemaal zegt over de machtsgreep. Over de injecties en al dat soort dingen. En daar heeft ze heel veel
diepgaande analyse en vooral ook vertelt over hoe het in haar kringen waarmee ze bekend was. Zij was natuurlijk een gevierde figuur in Amerikaanse intellectuele kringen. Dus ze heeft ook veel gezegd over hoe die kringen haar hebben ontvangen. En zij komt naar Nederland omdat een van haar boeken zal worden vertaald in het Nederlands, of is al vertaald in het Nederlands. En wij hopen met haar te gaan praten over haar, haar conclusies over hoe het in de VS gaat met die alternatieve berichtgeving en hoe dat ontvangen wordt en waar de doorbraken zijn en waar niet, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dankjewel, tot over 2 weken.